Ja, beste kindjes, hier ben ik weer, onkel Suus. Aangezien er niemand in de bib is, mag mijn mondmasker af, je weet het wel. Dit is een zwarte pietmuts die ik in een dakgoot gevonden had. En daaronder zit natuurlijk een pruik, geen echt pietenhaar natuurlijk. Het is voorleesweek geweest, die is wel voorbij, maar ik heb een tweede verhaaltje van Sinterklaas. Je ziet hem hier staan, hè? Nou, wat zit je? Aan dikke buik. Het verhaaltje heet Sinterklaas dikke baas. Sinterklaasje, dikke baasje, buk je rond, dikke kont. Pas maar op of je buik ontploft. Boom! Alleen het kleinste Pietje durft dit liedje zingen. Deug niet je, kleine Pietje. Deug niet je. De andere Pieten knikken. Maar ze durven niet zeggen. En een paar kijken ook bezorgd naar een dik buikje. Inderdaad. De Sint is wat dikker dit jaar. Hij eet dan ook veel meer dan vorige keer. Alles smaakt, boterhammen natuurlijk. En soms wel een sinaasappel, maar ook speculaas. Veel speculaas, veel te veel. En nog lekkerder, marsepein, zo lekker. En chocolade, heerlijk, heerlijk. En ook zijn pietjes zijn inderdaad nu dik geworden, hè? Een dikke Sint met dikke pieten. Wat gaat er nu gebeuren? Sint nog even laten staan, want Sint staat voor de spiegel en ziet zijn ronde buik, want zijn kleedspand met al die speculaas, marsepein en chocolade, je weet dat wel. Misschien doe jij dat ook wel, een beetje veel. Speculaas, een beetje veel. Marsepein, een beetje veel snoep. Maar ja, als Sinterklaas is, mag dat misschien wel een beetje. Maar niet te veel natuurlijk, hè. Mooi buikje, ja. Zegt hij. Mooi buikje, ja. Zegt de Sint. Mijn kleed spant wel een beetje. Maar het is wel mooi rond buikje. Dokter Piet is helemaal niet tevreden. Je wordt te dun, Suk. Je wordt te dik, Sint, vermaand hij. Dat is niet gezond. Je moet minder eten, diëten, bewegen. Je moet dringend vermageren. Pas maar op of je buik ontploft. Weet je nog, dat zong het kleine Pieterbaasje ook. Ik zal het nog even opnieuw zingen. Sinterklaasje, dikke baasje, buik je rond, dikke kont. Pas maar op je buik ontploft. Boom! Ja, zegt de Sint. Ja, ik weet het wel. Morgen begin ik eraan. Goed, heel goed, zegt de dokter. Maar de volgende. De dag, oh wee, bij het ontbijt is de speculaas, de marsepein en de chocolade, ze zijn er weer. En weer zo lekker.
Ik zal maar het beweren, zegt de Sint. Een ritje op mijn paard en alles komt weer goed. Hij wringelt wat aan zijn kleed, want het spant toch wel een beetje. Zijn paard hinnikt. Ah, want daar is de Sint, die wil een ritje maken. Dat vind ik wel leuk hoor. Een ritje met de Sint, ja, 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 dat vind ik wel leuk. Alleen kan Sint zijn schimmel, dat is zijn paard natuurlijk, slecht weer vandaag, nauwelijks bestijgen. Dat wil zeggen, hij geraakt er niet op, of bijna niet op. Mijn paard is zeker een beetje gegroeid van al die wortels. Is dat wel normaal? En hij maakt een ritje met zijn paard. Maar het gaat niet goed. Het paard zakt een beetje door de benen. En na de rit geraakt ze heel moeilijk op de grond. En zuchten en zuchten. Wat spant dat kleed toch? Ik moet wat rusten. Dan is alles weer in orde. Dokter Piet weet het al. Iedereen! Moet op de weegschaal. Vanaf vandaag, zegt dokter Piet. Moet iedereen op de weegschaal. En de Sint ook, zegt hij. En zo gebeurt het. Ze staan daar, nu allemaal, de Pieten en daarna de Sint, in een blote buik en blote billen. Netjes op een lange rij, wachtend op een beurt. De stap op de weegschaal. Buikje intrekken, rappen de Pieten. De magere Pieten. Alles wordt door de dokter opgeschreven. En af en toe kijkt hij heel bezorgd en zet hij een groot kruis bij de naam. En bij de Sint is het een heel groot kruis. De Sint weegt veel te veel. En die avond hoort iedereen het resultaat. Dat wil zeggen, de dokter zegt van iedere Piet die hij gewogen heeft en ook van de Sint het gewicht. Sint en geen 10, maar 15 Pieten wegen te zwaar. Bewegen! Bewegen, zegt de dokter, en niets anders. Sorry, ik bedoel niets anders. Oh, minder en gezonder eten, zegt de dokter. Dus ik zeg het nogmaals opnieuw, zegt de dokter. Bewegen, bewegen en gezonder eten. Wil zeggen, weinig speculaas, weinig chocolade, weinig marsepein of soms er helemaal geen. En ja hoor, Sander en Aars beginnen de Pieten oefeningen te doen, rondjes lopen, klimmen, springen. En de Sint, die beweegt ook wat. Hij beweegt wat meer, een trapje op, een trapje af, een wandelingetje meer en nog wat andere oefeningen, zwaaien met de armen, huppelen, een klein beetje springen. Dat springen gaat wel zo hoog niet door, want zie, Sint is wel al een beetje oud. Maar hij beweegt. Zoals de Pieten, die bewegen natuurlijk meer, want die moeten veel meer klimmen en veel meer dalen, want dalen, dat is ook wel moeilijk hoor. Ja, en elke dag doen ze het opnieuw.
En op de borden, 's morgens en 's avonds en 's middags, ligt nu veel fruit en groente. Geen zoete dranken, maar water. Slechts af en toe een zoetigheid. Je weet wel, speculaas, marsepein en chocolade. Bah! Zeggen de Sint en de Pieten. Maar ze durven het niet luid op zeggen. Want dokter Piet kijkt heel streng toe als ze ontbijten. En zo gaat het weken door, bewegen, weegschaal, diëten, bewegen, weegschaal, diëten. En het helpt hoor, de buikjes smelten weg. Niet zoals de sneeuw hoor, zo snel gaat het niet. Sneeuw kan heel snel smelten als het warmer wordt. Maar dat buikje smelt ook een beetje weg, maar helemaal niet snel. Maar het helpt. Het helpt, als je veel beweegt en gezonder eet, dan snel het buikje weg. Het zinkleed past nu wel terug. Het spant niet meer zozeer. De pietenbroeken hangen ook wat losser. En een ritje op het paard lukt al heel wat beter. En voor de pieten, de klimoefeningen gaan terug veel sneller dan daarvoor met een dikke buik. En een maand voor het feest vindt de dokter het goed. Op een groot blad staat geschreven: proficiat. Eindelijk zijn de buiken verdwenen. Nu kunnen jullie weer aan de slag. Want vanaf normaal, vanaf vandaag bedoel ik, want soms, een dokter kan soms, zeg ik soms ook eens, misspreken. Vanaf vandaag is het weer een normale dag. Maar onthoud wat moet, te veel snoep is nooit goed. En van zitten op je luie kont, word je dik en rond. En kijk maar, geef de Sint en al zijn pieten een beloningsmedaille. En onderaan de brief staat een mooie handtekening. Goed bekeken. Hebben jullie nog een buikje gezien? Ik denk het niet hoor. En denk er zelf aan. Ik zal het nog even zeggen. Van zitten op je luie kont, word je dik en rond. En je weet wel, je moet bewegen. Zonder eten. En wat zoetigheid mag af en toe. Dag, tot de volgende keer. En misschien, ja, misschien is het met nieuwjaar. Dat is ongeveer nog 30 keren slapen. Dat is zoveel. 1 keer 10. En nog eens 10. En nog eens 10. Is het nieuwjaar. En een beetje daarna kom ik normaal terug in de bib voorlezen. Maar je weet het. Met die ziekte. Je hebt de naam al gehoord. COVID. Zou het kunnen dat het weer nog niet mag. En dat ik dan weer een verhaaltje. Of zelfs misschien een nieuwjaarsbrief moet vertellen. Via een filmpje. We zien het wel. Maar denk eraan. Hou jullie gezond, doe wat moet en vergeet het niet, de raad van de Sint. Beweeg van dokter Piet, maar nu ook van de Sint natuurlijk. Bewegen,
bewegen en opgezond. Ja, tot de volgende keer.